Proven is een subcontractor in metaalwerken. Kernactiviteiten van plaatbewerking, profielbewerking, laswerken, zowel manueel als robotlassen en assemblage. We zijn ons bedrijf gestart in 1998 vanaf nul. En vandaag de dag werken we met een 65 mensen en halen een omzet van om en bij de 10 miljoen euro. Provan is een mooi voorbeeld van een factory of the future. Zo werd het productieproces quasi volledig gedigitaliseerd ter ondersteuning van quick response manufacturing. QRM is een filosofie die binnen het bedrijf gehanteerd wordt. Wat daar belangrijk bij is, is dat wij onze doorlooptijden binnen de organisatie trachten te verkorten. We trachten ook met zo weinig mogelijk voorraad te werken, zodanig natuurlijk dat wij eigenlijk een heel snelle doorstroom van onze producten in de organisatie hebben. Dat betekent dat wij eigenlijk voor onze klanten in kleinere batches proberen te werken, waardoor de lead time van onze productie korter wordt. Dat betekent ook voor onze klant dat hij veel sneller kan inspelen op de noden van zijn markt enerzijds, dat hij zijn voorraad kan verminderen en dat hij bij productaanpassingen zijn productaanpassingen veel sneller in de markt kan krijgen. Quick response manufacturing is maar één van de factoren die het succes en de sterke groei van Provan verklaren. Ook de medewerkers spelen een cruciale rol. We gaan voor excellence op alle vlakken, niet alleen QRM, maar ook op vlak van HR, vlak van supply chain, vlak van operations. Om eigenlijk altijd een stapje voor te blijven ten opzichte van de collega's in de markt. Het QRM-verhaal eigenlijk impliceert dat de operator, de arbeider, eigenlijk maximaal betrokken wordt in gans het proces. En zoals we weten uit verschillende onderzoeken is betrokkenheid een van de grootste motivatoren. Daarnaast hebben we ook ingezet op opleiding en cross-training binnen het atelier, waardoor de mensen zeer polyvalent geworden zijn en ook weer meespeelt dat er een zeer grote loyaliteit ten opzichte van het bedrijf heerst. Het Genkse bedrijf gelooft ook sterk in de meerwaarde van een netwerk met andere bedrijven. Provan focust zich natuurlijk op zijn kernactiviteiten en daarnaast willen we een totaalpakket kunnen aanbieden aan onze partners, klanten. Om dat te realiseren zoeken wij een netwerk van andere collega's in de markt die een meerwaarde kunnen betekenen om dat totaalpakket aan te bieden. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat die partners wel moeten voldoen aan dezelfde filosofie en dezelfde manier van denken dat wij vandaag de dag dat realiseren voor onze klanten. Provan ziet de komende jaren verdere groeimogelijkheden door meer te exporteren. Intussen blijft het ook investeren in technologie en in mensen. In oktober 2014 hebben we bijvoorbeeld de laatste nieuwe lasrobot geplaatst. En we zullen altijd moeten blijven investeren in state-of-the-art machinery. Daarnaast is het heel belangrijk dat we blijven inzetten in onze mensen. Om jullie een voorbeeld te geven, in 2015 plannen we dus een toename van onze mensen van 65 naar maar liefst 85 mensen. Dus het spreekt voor zich dat ook daar onze investeringen naartoe moeten gaan om met goed opgeleide mensen het verschil te kunnen blijven maken in de markt.